mooi gepoetst. Nou, wat heerlijk. Hallo Blondie. Heb jij grooms vandaag? Hey, hoe is mijn Blondie, Tess? Mijn Blondie gaat best wel goed. Ik heb de afgelopen week niet zoveel les gehad. Maar we zijn ondertussen wel gewoon doorgegaan. Veel aan ontspanning gewerkt. Ja. Ik merk nog steeds dat ze het lastig vindt om los te laten in haar rug en haar hals. Het wordt wel steeds beter, maar het is nog steeds niet... Moeilijk. Ja. Ja. En was er een reden dat je niet gereden hebt of had je zelf niet gereden? Nee, ik had wel gereden, alleen dan zonder begeleiding. Zonder begeleiding, oké. En dan vind je het zelf moeilijker? Ja, omdat ik dan niet precies wordt gezegd wat ik moet doen. En dan ben ik bang dat ik het fout heb. Dus ik heb vooral aan ontspanning gewerkt dat ze... Dat meer loslaat. Ja, en je weet dat je van fouten leert, hè? Dat is zeker waar. Oh, okay. Ik wil geen fout maken dat zij daar heel erg veel last van heeft. Nee, dat vind ik een hele goede insteek. Maar ik ben ook altijd daar heel erg een beetje streng op. Gun jezelf dat ook een beetje. Want dat is wel de weg die we allemaal moeten gaan om te leren. En zolang jij niet boos wordt, gaat schoppen, slaan of andere nare dingen... Dat sowieso niet. Precies, nee, maar dan is er niet zo heel veel fout. Ja. En dan kan het ook niet zo heel erg mis zijn. En dan vertel ik of Daan of wie er ook jou in de les had wel weer later van... nou, dit kan nog een beetje meer zus of zo. Maar je kan beter gewoon proberen zo functioneel mogelijk te trainen... in plaats van bang zijn dat je het fout doet... Want daar leer je van. En nogmaals, als er geen frustratie om de hoek komt, dan is er helemaal niks aan de hand. Ja. Dan heeft Blondie nergens last van, hè Blondie? Moet ik haar ook vasthouden? Ja, doe maar eventjes. Ja. Zo. Ik heb gewoon te veel aan vandaag. Ik dacht, ik moet een paar lagen aan, want... Het is best warm. Ik kan zo wel wat uit. Hé hey, Blondie, hoi. Precies. Ja, dat is niet lekker, hè? Nee, dat is nog het stukje moeilijke aanleuningsstukje. Ja, ho, mijn bloem. Nou, ik merk ook met Ivy, die is heel flexibel onder benen. Als ik dan op Blondie zit, dan is het een soort... Ik weet niet. Het is anders. Ja. Sowieso, een pony en een paard qua beweging is echt anders. Ja. Dus dat snap ik wel. En daar is wel echt heel rustig. Ja, het is echt veel beter. Dus dat gaat ook heel veel beter, hè? En daar het loslaten gaat ook steeds makkelijker. Knap, ja. Het zit met name nog in die hals. Ja. Zit het een beetje te... Nee, Blond. Is goed. Want hier zit het ook weer in het CTO. Zijn er dan nog bepaalde oefeningen waarmee ik dat kan verbeteren? Ja, dat is... Ga je ook werk aan de hand doen? Kijk, daar ben ik heel blij mee. Want juist... Ga ik je zo even uitleggen. Ik zet er even in de naaldjes. Ga ik je even uitleggen wat met name je huiswerk wordt. Wat je ook even, want jij gaat zo meteen ook werk aan de hand doen, of niet? Ja. Ja. Dat je even tegen Anneloes zegt. Dat hij met name werk aan de hand, schouderbinnenwaarts op de volte moet gaan doen. Schouderbinnenwaarts, ja. Ja. Want dat is even een hele mooie fysiotraining voor Blondie. Het gaat achterin echt veel beter. Echt 2 punten gestegen. Dus echt heel goed. Hier zit zeker nog een dingetje. Ja. Maar daar komen we eigenlijk elke keer een beetje tegen. Hè? Dus daar hebben we het al een keertje over gehad. Ja, Blondie. Wat dat stukje hier is, is dat hij daar die borst makkelijk moet kunnen laten bewegen. Nou, dat vindt ze nog moeilijk. En dat noemen we dat CTO-gebied. Als je nou vanmiddag met werk aan de hand aan het oefenen gaat... dan ga je leren dat hij in die schouder binnenwaarts... in die borst wat moet gaan roteren en moet gaan openen in dat voorbeen. Dan ga ik hier in dit gebied gymnastiseren. Dat zal nog niet zo makkelijk zijn en er zal een beetje verschil zitten tussen links en rechts. Ja. Als ik nu naar Blondie kijk, verwacht ik, maar niet elk paard leest keurig het boekje, dat hij met name linksom, schouder binnenwaarts, dus het openen van de rechterkant, moeilijker vindt dan de andere kant op. Maar dat gaan we vanmiddag even zien. Misschien heb ik ongelijk, kan hè? Ja. Door die gymnastiek wordt het makkelijker om het straks samen te doen. Nou, en daar moet je uiteindelijk naartoe. En dan komt hij ook makkelijker over de rug en makkelijker rond. En heb ik dit stukje ook niet meer. Want dit is puur het compensatiestukje, omdat hij hier niet voldoende flexie wil maken, buiging wil maken. En gaat hij het daar compenseren. Het gaat er dus om dat hij niet in de houding wordt gezet door die bijzet. Maar dat hij, nou, zoals jij zelf al zegt, dat hij van achter eigenlijk naar voren kan en dat hij daardoor het bitje gaat aannemen. Ja. Dus het is net als dat je erop zit, geef je been naar je hand toe en je ontvangt het in je hand, als je een fijne aanleuning hebt. Dat wil je nu zometeen met de verschillende hulpen die we zometeen gaan uitleggen, maar in ieder geval een opwaartse hulp van achteruit, wat jij eigenlijk op het neusje ontvangt. En daarmee ga je hem naar de hand toe begeleiden. Dus naar een hele stabiele ruiterhand is dat eigenlijk. Ja.
Dus daar gaan we zo meteen gewoon eerst mee beginnen. Wat belangrijk is, ze is al veel op het bitje zo aan het kouwen. Dat is waarschijnlijk een beetje, ze is een beetje zelfs nu, maar er is ook geen impuls, wat onrustig op het bitje. Ja, dat is meestal met in het begin en dan op een gegeven moment gaat ze loslaten en dan ontspannen. Precies, nou, want dat wil je wel. Eigenlijk eerst dat ze een beetje bewegelijk wordt in de kaak, doordat we daar ook die energie naartoe opwekken. En dat ze dan dus stabiel wordt, doordat ze die onderkaak ontspant en we ze zo laat dalen. Ja. Daar willen we naartoe werken. Oké, ze wil dus achter ook een beetje dan die beentjes optillen. Dus dan kan je daar ook weer rekening houden met drijver goed naar je hand, dus voorwaarts. Zelf een beetje voorwaarts mee. En dat wat je in je hand ontvangt, vangt met kleine ophoudingjes op die neus een beetje zacht willen maken. Dit is mooi. Dit is heel mooi. Goeie stap. Gaan we nog een keertje halt houden en dan gaan we achterwaarts. Ze bereidt voor op dat halt houden. Houdt vloek. Goed gedaan. Zie je dat ze nu steeds meer ook aansluit. Dus dat ze ook in het halt houden niet zo staat met een beetje een holle rug. Maar dat ze de rug mooi recht maakt. Flexie maakt in die onderrug. Dus bol in. Mag je achterwaarts, je activeert nog steeds van achter naar je hand, maar voor je, ja, je weet het wel, voor jouw positie mag ze achterwaarts gaan. Dus jij gaat naar die stoel, braaf, nog een keertje, goed, en dan even halt houden, belonen. Dit is denk ik wel een hele sensitieve pony, want jij ging haar, je mag je voorstellen, jij activeert haar, je loopt naar die stoel en zij staat eigenlijk een beetje in de weg. Dus zij moet ruimte maken voor jou. Nu kwam jij iets naast haar oog en ze vond het direct al iets verwarrend, leek wel. Dus we kunnen, dan ben je misschien strenger, maar ook duidelijker, hem nog een keertje doen. En dan blijf je heel goed dus voor haar hoofd. En de eerste pas die jij die richting opzet, moet zij al terugdenken voor jou. Ja. Dus je wil niet naast haar komen, maar echt voor haar blijven. Bij deze pony. Bij een ander paard kan het zijn dat hij daar dus dan heel onrustig van wordt. Ik denk dat het haar juist een mooi kader weer biedt. Ja, dus van achter naar voor. En met mijn impulsopwekkende zweepje of kikkertje naar mijn hand toe. Nou, en dan wil ik over een rondje lopen. Alleen dat al, want nu ben ik al een paar keer op haar heb ik gereageerd. Omdat ze dan een beetje weerstand biedt. En dan verandert mijn cirkeltje. Nou, dan verandert haar buiging ook. Dus als ik nou op een heel klein cirkeltje loop en ik blijf verbinding houden met een goed zo. Nou ja, super. Dit doe ik ook tijdens het rijden. Alleen dan aan de hand vind ik het toch best lastig. Ja, dat snap ik. Een cirkeltje tekenen en zijn nou ja, met je binnen eerst cirkeltje dat je precies weet hoe je moet rijden. Ja. En dan daarna buiten een beetje wegzetten. Ja, precies. Het gevaar is, dus charmante houding. Oh. Wat je eigenlijk wil, is dus je cirkeltje rondmaken waarbij je paard de buitenbocht heeft. Terwijl ik dat doe, kom ik een beetje naast die schouder, zodat ze weer de schouder intrekt. Doordat ze dat doet, als ze het mooi uitvoert, dus altijd even geef het paard daar de tijd voor, dan gaan ze daardoor eigenlijk op drie sporen lopen. Zijn schouder komt naar binnen. Hij gaat schouder binnenwaarts over de kleine volte. Het buiten achterbeen krijgt daardoor ook een eigen cirkel. Net als het binnenvoorbeen. Ja, dat zijn de drie sporen. Dan gaat hij dus achter instappen en wat uitstappen. We willen nooit dat hij volledig zijwaarts stapt op zo'n cirkeltje. Dus daarom moeten we ook altijd uitkijken met een zijwaartse hulp geven. Ook als je erop zit. We willen altijd dat hij voorwaarts zijwaarts gaat. Nou, en om dat dus te bewerkstelligen willen we dat het hele paardje buigt. Dus we zijn ook weer bezig met ons thema van vandaag, dat hij in die schouder echt schouder binnenwaarts gaat, dus echt roteert. En dan stel ik voor dat je, want je bent dus ook wel met Danielle wat bezig met werk aan de hand, dat je dit is, als je wilt, wat vaker oppakt, één keertje in de week. Of eerst even, je kan het wat vaker doen totdat je weer meer uitsluitsel hebt, zeg maar, op wat er in die hals zit. Om dit te doen, bezig te zijn met wat we vandaag hebben gedaan. Halt houden, achterwaarts. Achterwaarts is ook het intrekken van dat borstbeen. En dan een stukje schouder binnenwaarts, beide kanten op.
Wijken kan je een keer met Danielle gaan doen. Dat kan ze je uitleggen. Wijken en dan schouder binnenwaarts op die kleine volt. Dus dat je heel veel bezig bent met dat roteren en dat flexie maken in die lage hals en die schoft. Ja? Ja. Ga je dat doen? Toppie. Dat is leuk. Nou, en we gaan dus naar aan de sport, hè? Ik moet tegen Arnoud zeggen dat we moeten gaan boksen.